We zijn er nu, Suus. We zijn bij, aan het einde van de diploma-uitreiking voor muziekonderwijs, wat in onze gemeente gegeven wordt. En we hebben 20 leerlingen die geslaagd zijn voor een heel mooi muziekdiploma. En die hebben we vandaag in het zonnetje gezet met de uitreiking van de diploma's door onze burgemeester. Gaat het goed met de muziek in de gemeente? Het gaat in Bergen heel goed met de muziek. We hebben natuurlijk die eigen opleiding, wat al heel fijn is. Maar afgelopen woensdag heeft in aanwezigheid van koningin Maxima de ondertekening van een convenant plaatsgevonden. Meer muziek in de klas. Daar is de koningin erevoorzitter van. Maar het gaat er ook vanuit dat over 3 jaar muziekonderwijs weer normaal is. En de klas van de Daltonschool die doet al mee. En we hopen dat dat verder uitspreidt over de gemeente. En het muziek is weer een regulier vak op de Pabo. Dus de nieuwe meesters en juffen die komen, kunnen ook weer muziek geven. Gaat het goed met de muzikanten bij ons in de gemeente? Ja, ik denk dat het nog steeds heel goed gaat. Wij zijn als stichting al 5 jaar actief met het verzorgen van het muziekonderwijs. We hebben gemiddeld ieder jaar 100 leerlingen en dat aantal is niet dalende. Dus daaruit maak ik op dat muziek maken ook door de jeugd nog steeds heel belangrijk gevonden wordt en een mooie hobby is om uit te nemen. Ik heb begrepen dat de politiek dat ook waardeert en er weer een subsidie is toegekend. Ja, we hebben weer als stichting afspraak kunnen maken met de gemeente voor een 4-jarige subsidie om het muziekonderwijs in onze gemeente mogelijk en betaalbaar te houden voor ouders van leerlingen en ook om examens en theorie-examens te kunnen organiseren. U heeft nu de examens uitgedeeld. Ben u trots op de jeugd hier? Ik vind het geweldig, want als je naar het niveau kijkt, dat vereist discipline en doorzettingsvermogen. En daar verdient iedereen een compliment voor.